De finale hebben het gebracht. De volgende renners ook voor Nederland. Jurre van der Haart. Voor CRT Raalte. Conny Bakker. Voor Ominne. De Bissing Quasses. Voor Huub Sprietoff. Rapid Wheels Casineveen. Sven Bakker. Voor Unitas Assen. Sylvain Meinders. En finally, voor DVO Haartbergen. Tycho Sluik. Heren, succes. Watch the gate, watch the line. Here we go, on the inside. Davio Hartsberger looking up and looking very good. Taking the old shot, dat hij de eerste kop op ging. Afkomstig dus van de Davio Hartsberger. Uit de Turkse land pakt hij in de koppositie. Number one, the place to be. Voor het Provincial Duns Kampioenschap 2014 is hij vertrokken op plaats van Bruno. Tycho Sluik, en wie gaat hem terughalen? Wie gaat hem terugpakken? Wie is de man die hoppelkracht in de finale beentjes heeft? Het is de 979 van Sylvain Meinders. Voor Unitas Assen. Op plaats nummer 2, deuxième position pour le pilote die ascende. Op plaats nummer 2, dus in de achtervolging op die positie van de DVO Haarsbergen. Maar het lijkt van start tot semis toch echt tichelsnooit te zijn op Provincial Duns Kampioen 2014.